I need to drop out here. Secret.
bij aflevering 5 van de Metal, Rock, Noise en Alternative podcast College Dropout Radio. Je wekelijkse portie teringherrie en vermakelijke onzin. We hebben vandaag een goed gevulde show. Later in de uitzending deel 1 van de uitslag van de poll. De 20 vetste gitaarriffs alle tijden. Althans, volgens de luisteraars van College Dropout Radio. Barry Astma zegt even gedag. En we hebben een hele bijzondere gast later in de uitzending. Maar we begonnen natuurlijk met de zieke klassiekert van deze week. Some Pain Will Last van het Duitse Creator. Van mijn favoriete Creator album Extreme Aggression uit 1989, waar alleen maar knallers op staan. Some Pain Will Last dus. Motley Crue, een van de vaandeldragers van de LA hair metal scene, weet er daar wel iets op. Eveneens uit 1989, goed jaar, de monstersong Dr. Feelgood. We'll be right back.
luisteren naar Motley Crue met Dr. Feelgood. Over dokters gesproken. Barry Asma, natuurlijk bekend van onder andere de film Komt een vrouw bij de longarts, is op het moment bezig met opname in Duitsland voor de serie Du sollst nicht lügen. En binnenkort gaat de nieuwe Nederlandse film De Heiger in première, waar Asma de hoofdrol voor zijn rekening neemt. Hier een korte boodschap van Barry. Hi, hier Barry Asma. Na een drukke week draaien op de set, luister ik altijd naar College Dropout Radio. Track van het nieuwe album van Raven. Raven? Jawel, Raven. Deze Engelse heavy metal band is al sinds 1981 actief en wordt gezien als een van de meest invloedrijke bands van de New Wave of British Heavy Metal Movement. Het zijn inmiddels oude rockers, maar het hoor je er absoluut niet af aan het nieuwe album. Het nieuwe album heet Metal City, die vorige maand uitkwam. En zo hoort een heavy metal plaat te klinken. Een prachtig staaltje, no pun, vakmanschap. Meneer Jan van Veen is op vakantie. Hij zit lekker op de Drentse Hei aan het bijkomen van al zijn drukke bezigheden.
Onder andere voor deze show natuurlijk, waar hij iedere week de rubriek Metal by Candlelight presenteert. Omdat Jan er niet is, hebben we deze week een gastbijdrage. En wel van niemand minder dan Richard Anthony Marin, beter bekend als Cheech Marin, van het duo Cheech & Chong. Luister en geniet! Outside my window, eh, see? What a glorious sight. Good Lord, glory be, man. What's this in front of me? A sea of green I see? I'm always in need, amigo. Good Lord, glory be. It's time for lots of weed, eh, see? We'll be right back.
stoner sludgecore van de band Bongzilla. Je luisterde naar de song Green Thumb van het album Gateway uit 2002, ingeleid door levende legende Cheech Marin. Waarschijnlijk hebben jullie allemaal veel films gezien omdat het Halloween maand was. Daarom deze week geen Videocult Movie Night, maar wel de bekendmaking van de top 20 van de vetste riffs ooit. Althans, volgens de luisteraars van College Dropout Radio. Ik maak er wel een soort quiz van, dus pak pen en papier en probeer de riffs te raden. Deze week doen we de nummer 20 tot en met 11. En volgende week komen nummer 10 tot en met 1 aan de orde. En aan het eind van de show zal ik de juiste artiesten noemen. Pak even een pen en een papier en dan gaan we beginnen. Ja, je hebt je pen en papier? Oké, komt-ie. Nummer 20. Nummer 19. Straks de oplossingen. De Engelse band Raging Speedhorn heeft vorige week op Spotify hun nieuwe album gedropt. En Steven Seagal die zou er trots op zijn. Van het album Hard to Kill, de song Children of the Revolution. En let op dat belachelijk pakkende refrein. Dat krijg je na het luisteren niet meer uit je hoofd. Children of the Revolution. Children of the Revolution.
Teaching Speedrun met Children of the Revolution. Oké, het is tijd voor de oplossing van de top 20 van vetste riffs alle tijden. En dan nummer 20 tot en met 11. Komt-ie. Nummer 20. Exodus, Toxic Waltz. Nummer 19. Slayer, Raining Blood. Nummer 18. Anthrax, Come On Deliver. SOB, Stormtroopers of Death. Stormtroopers of Death. Number 16. Sick. When the moment is gone. Number 15. Black Sabbath. Sabbath's Bloody Sabbath. Number 14. Plug-in baby. Number 13. Prong. Cut rate. Right. Number 12. Nebula. Let it burn. Motley Crue, Uncle Jack. Ik ben benieuwd hoe je er goed was. We zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat van vandaag. En dat is een nummer uit 2008 genaamd Expendable Forces van de band Warpath. We'll be right back.
Sir Sean Connery, rest in peace. Hartelijk dank Barry Asma, meneer Cheech Marin en natuurlijk alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Blijf films kijken, blijf muziek luisteren, blijf kritisch, blijf lachen, maar vooral blijf jezelf. Later.